Ik ben Tito en vandaag spelen we Minecraft. Yo, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Minecraft. Yes, dit is het dorp bouwen deel 3. Vandaag gaan we het eigenlijk gewoon de soort tuin maken. Dit is het middenstuk, maar dit wil nog niet zeggen dat dit het midden ook is. Ja, dit wil gewoon eigenlijk gewoon een doorgang hebben. Een klein tuintje erin, een beetje groen, zoals je kan zien, en een beetje paars. Met paarse blokken. Het is blauwe terracotta. Ik weet het. Het ziet er paars uit. Maar het heet echt blauwe terracotta. Dus dit is het midden. Dit gaan we maken. Wat hebben we ervoor nodig? Je hebt keien. Keienplaten. Blauwe terracotta. Bladeren naar keuze. Ik heb tropische bladeren gebruikt. De pioenroos. Nee, dat is niet de pioenroos. Ik moet even gaan kijken. Dit is dat is wel de pioen. Ik heb gloeilamp gebruikt en donkere eikenhouten valluik, sparrenhouten palen en dat was het. En natuurlijk voor het pad heb ik nog blokstenen gebruikt en stenen platen. En voor de boompjes, sparrenboompjes met pottenmeel, dat heb ik zo mooi gemaakt. Dus ik zou zeggen, heel veel kijk- en bouwplezier. Geef alvast de blauwe duimpjes omhoog als je dit leuk vindt. En de blauwe duimpjes omhoog als je dit wat minder vindt. Als je wat wil weten, vragen of zeg van Tito, dit moet je aan je dorp toevoegen. Dat ga ik dan regelen. Dus zet dat in de comments. Ik zou zeggen, here we go. En we gaan verder met het dorp bouwen. Yes. Oké, zoals je hier kan zien heb ik hier twee gaten gemaakt. Dat is de lijn voor onze bouwwerk. Ik heb vanaf deze paal geteld. Dus dit is dan 1, 2, 3, 4 en 5. Dan gaan we ook hier gelijk mee beginnen. Het eerste wat we doen is we pakken een kei. En dan slaan we er 4 over. En op de derde plek, of op de vierde plek, zetten we weer een kei neer. Dan hebben we hier een gat van 3. Dan slaan we er 2 over. En aan de andere kant slaan we er ook weer 2 over. Dan krijgen we een mooi dit. Nu slaan we elke keer 2 over, tot we 4 palen hebben. 4 blokken. Dit is 1, dit is 2. 4, 2 overslaan. 3. En weer 2 overslaan. En dan is dat het. En dan komt hier ook nog 1 blok. Aan de andere kant doen we precies hetzelfde. Dus 2. Steeds weer 2 overslaan. En hier komt er ook weer 1. Dan krijg je nu mooi dit. Dit is onze middenstuk. Dan pakken we de tropische bladeren of bladeren naar je keus. En die vullen we tussen de gaten in. Behalve in het midden, want hier komt onze pad. 2, 2, 2. En hier komt ook weer 2. Oké, dan hier doen we 1, 2 en 3. 1, 2 en 3. Dan krijgen we mooi dit. Ja. Dan pakken we de pioenroos. En die vullen we hier helemaal in. Dan krijg je dit. En aan de andere kant doen we hetzelfde. Die komen dan aan deze kant. Dan pakken we de blauwe terracotta. Die zetten we op de keien. En als je alleen dit mooi vindt, mag je het ook gewoon zo houden natuurlijk. En dan boven de blauwe terracotta doen we een keienplaat. Dan hebben we nu mooi dit. Dan pakken we de sparrenhout. Met de sparrenhout doen we naast de bladeren 2 blokken. Dan gaan we 1, 2, 3, 4 en 5 omhoog. Hetzelfde met deze. Dan op de palen doen we blauwe terracotta en daarbovenop komt een keienplaat. Als we dat hebben gedaan, dan pakken we de trap van keien. Doen we 1, 2, 3 op de vierde plek.
komt een trappetje op zijn kop. En daarnaast komt, of nee, gewoon. En deze gaat ook gewoon. En dan daarboven doen we twee trappetjes op zijn kop. Dan krijg je nu maar dit. Daartussenin pakken we de keienplaat. Die zetten we zo neer. Aan de andere kant doen we eigenlijk precies hetzelfde. Alleen dan beginnen we hier zo. Dus 5 omhoog. 5 omhoog. Blauwe terracotta. Een keienplaat er bovenop. Trap van keien. 2 op zijn kop aan de bovenkant. Een keienplaat ertussen. En daaronder komt er weer 2 trappen van keien. Maar dan in normale vorm. Oké, en aan deze kant doen we precies hetzelfde. 2 trappetjes op zijn kop. 2 normaal. Een keienplaat in het midden. 2 trappetjes op zijn kop. 2 normaal. En een keienplaat in het midden. Pakken de sparrenhout. Die zetten we tussen de blauwe terracotta zo in. Zodat het mooi wordt verbonden met elkaar. Als we dit hebben gedaan, pakken we de keienplaat. En die maken we hier zo helemaal dicht. Wat we nu gaan doen, is we pakken een grasblok. Die zetten we hier bovenop. En dan zetten we hier de pioenrozen bovenop. Speel je dit nou in survival en je denkt van ik kan geen grasblok krijgen, dat kan. Dan gebruik je in plaats van grasblokken, keien of iets anders. En dan doe je een andere bloem erop. Dan doen we tropische bladeren of bladeren naar keuze. Zo mooi aan de zijkant. En dan krijg je nu dit. Als we dit hebben gedaan, dan zie je hier een beetje lege, kale plekken. Doen we met blauwe terracotta, vullen we dit aan. Zodat dit mooi wordt opgevuld. En je kan hier eventueel nog keien erbovenop zetten. Zodat dit één mooi geheel wordt. Deze kant doen we dat ook. En deze kant doen we dat ook. En de laatste kant uiteraard ook. Dan hebben we nu dit. Dan gaan we verder met de vloer. De vloer wil ik eigenlijk hetzelfde als dit hebben. Dus ik trek dit gewoon helemaal door naar voren toe. Ik stop aan eentje eroverheen. En deze trekken we helemaal terug. En uiteraard dit ook weer. Deze kant. En deze kant ook. Oké. Dan pakken we de blokstenen en de keienplaten. Of de steenplaat, sorry. Die plaatsen we helemaal daar naartoe. En dan de bloksteen. Die vullen we eigenlijk gewoon helemaal mooi op. Die komt hier en deze komt hier. Pakken de stenenplaat. Doe de zijkantjes zo mooi erbij. Waarom doe ik er nou één over één? Heel simpel. Omdat hier het pad weer verder gaat lopen. Zodat de pad weer kunnen vervolgen. Deze halen we weg. Je kan je stenenplaat opzetten. Of je zegt van weet je wat. Ik vind dit mooier, tropische bladeren, ik trek dat gewoon door. Ik vind de tropische bladeren mooier, dus ik trek het gewoon door. Dan pakken we de fakkels erbij. Een fakkeltje, om het natuurlijk weer op te lichten. En zo, die doen we daar naartoe. En dan kun je eventueel nog hier fakkels tussen zetten. Tussen de palen, of tegen de palen, op de palen, hoe je het ook wil noemen. En dan krijg je nu maar dit. Als we dit hebben gedaan, dan pakken we onze
Eikhouten. Hekjes. Die zetten we hier. 1, 2. Deze kan doen we het ook. 1 en 2. 1, 2. Eigenlijk in de hoeken doen we 2 eikhouten hekjes op elkaar. Dan pakken we de gloeisteen. En die zetten we daar bovenop. Op alle hoeken komt een mooi blok. En dan doen we daar tegenaan doen we een houten valluik. En als je zegt van, nou weet je wat Tito, ik vind het zo mooier. Of een donkere eikhouten valluik, ja, dat is misschien wat leuker. Hop, doen we zo. Die er bovenop, die daar bovenop. En als je zegt van, nou weet je wat, ik hoef geen valluiken erbovenop, ik wil het zo laten. Tuurlijk, dat is geheel naar eigen keuze. Je plaatst ze zo er mooi er tegenaan. Op alle blokken. 4 stuks, zodat het helemaal mooi wordt bedekt. Deze komt hier naartoe. En die komt hier naartoe. Nu we dit zo mooi hebben gemaakt, plaatsen nog een paar boompjes. Ik gebruik jonge sparren en natuurlijk ook even wat bottenmeel, zodat dit gelijk wordt, gelijk groter wordt. Ik plaats er hier 1 en 1 hier. En we gebruiken heel wat bottenmeel. Die wil niet groeien. Deze wel. Nee, dan plaatsen we hem eentje naar de andere kant. Ja, kijk, nu wilt hij wel groeien. Stond hij dicht op de muur. Hoppa, die plaatsen we daar. Andere kant op. 3. Nee, 4. Hoppa. Dan groeit hij gelijk. Dus 3 ertussen laten. Hop, en op de vierde plek doe dan een mooi boompie. En dan was dit het midden. Het middenstukje van onze dorp. Ik zou zeggen, hartstikke bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En geef uiteraard weer die blauwe duimpjes omhoog. Ik zou zeggen, laters, veel speelplezier en tot de volgende keer maar weer.